Ja man, als ik goed heb geteld, zit je al 15 jaar in het vak. Ja, klopt ja. Ja, dan heb je goed geteld. En dan sta je vandaag weer op Dutch Valley en volgens mij is dat ook niet de eerste keer. Nee, ik heb op Dutch Valley heb ik nog nooit gestaan, dat is de eerste keer voor mij. Maar goed, in die 15 jaar is het de eerste keer eigenlijk. En ja, hoe is het dan na 15 jaar op zo'n groot festival? Ja, de zenuwen gieren eigenlijk door je lijf heen. Dat is gewoon super mooi om mee te maken. En ik heb het ook op Facebook heb ik het bekendgemaakt. Ja, ik vind het gewoon super. Ik denk dat heel veel collega's wel hetzelfde denken als wat ik denk. Het is gewoon super als je hier mag staan. Dat is gewoon waanzinnig. Ik denk als jij gewoon overal eigenlijk goed je best doet, dan denk ik dat je vanzelf al daartussen kan staan. En net wat jij zegt, vroeger droomde ik van zulke dingen. Ja goed, net zodat ik voor TV Oranje altijd droomde om ervoor te komen. En nu kom je daar eindelijk toch tussen en dat is super mooi. Ja goed, het is gewoon jezelf zijn en gewoon doen waar je goed in bent. En dan wordt het je vanzelf gegund. Nou, weet je, ik heb eigenlijk één gunfactor dat ik denk gewoon dat ik dit mag blijven doen. En dat je altijd gezond blijft. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En alle dingen wat dan eigenlijk uitkomen, dat is alleen maar mooi meegenomen. Ja goed, gezondheid is toch denk ik voor ieder artiest wel belangrijk. Want dan staat Koos staat erop, ja goed. En daar hebben wij toch heel veel voorbeelden aan. Dat het ja, ook wel fout kan gaan. Dus ja, ik hoop dat ik gewoon gezondheid mag meemaken. En dat ik gewoon lekker mag blijven zingen. Nou hebben inderdaad artiesten toch wel wat rare tijden dat ze werken in rare omstandigheden. We hebben onlangs natuurlijk Jeroen Spierenburg meegemaakt die een vreselijk ongeval heeft gehad. Zijn dat ook dingen die jou wel eens bijna zijn overkomen? Weet je, ik rijd zelf altijd terug. Ik ben heel druk voor mezelf. Zo noemen we wel eens ADHD. Maar ja, ik mag God smeken dat het, of smeken op mijn bidden eigenlijk op mijn handen dat het altijd gewoon goed gaat. Je bent wel altijd heel vermoeid met alles wat je doet in het land. Maar goed, ik denk dat je moet gewoon goed opletten op de weg. En ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Je hebt het toch niet in de hand.